met de camper naar de Canarische eilanden. Dat is mogelijk. Wij doen het. Wij gaan vanaf Cadiz naar Lanzarote, Arrecife, met de boot. Er zijn twee veerverbindingen, één van Huelva en één van Cadiz. Er is geen andere, van Marokko of zo, dat is niks verder. Dus alleen maar Zuid-Spanje naar de Canarische eilanden. Het duurt ongeveer 30 uur één rit en het kost ongeveer 700 euro. Wij hebben één maand van tevoren een ticket geboekt, want er was alles al uitgeboekt van de andere ritten. We zijn nu 39 kilometer voor Cadiz. In Cadiz zelf zijn meerdere staanplaatsen waar je met de camper kunt staan. Wij zijn één dag eerder in Cadiz, dat we gewoon rustig een dagje daar kunnen zijn. Dat is trouwens een van de oudste steden van Spanje. En dan hebben we morgen een hele dag om naar de haven te gaan. Je moet dat ticket dus van tevoren kopen. Je kunt dat ook ter plekke kopen, maar dan weet je niet of het uitgeboekt is of niet. Dus wij hebben dat één maand van tevoren gedaan en alles andere was uitgeboekt. En dan moet je 7 dagen van tevoren of iets later inchecken en dan krijg je online een ticket en daarmee kun je de boot op. En dat gaan we zo doen. Wij vertrekken richting haven naar het veerboot. We moeten nu eerst even 20 minuten omrijden, of terugrijden beter gezegd. Tenminste, het lijkt erop dat je hier niet op de andere kant van de weg komt. Maar ja goed, dat doen we dus en dan kijken we even hoe dat allemaal gaat daar bij de haven. Ja, hier aangekomen. We hebben daar het online ticket. Ga je naar de poort, naar de haven, dan zeg je waar je naartoe wilt en dan gaat de slagboom open. En dan ga je naar rechts of je typt in Google Maps in waar je naartoe wilt, Transmediterranea in ons geval. En dan rijd je hier naartoe en hier is een beetje door elkaar allemaal. Een beetje onduidelijk waar je mag parkeren en waar niet. En er loopt iemand rond die zegt nee, zo niet en zo ook niet. Uiteindelijk hebben we een plekje gevonden. Dan ga je naar het kantoor, naar de balie. Laat je ticket zien wat je online gekregen hebt na je check-in. En dan krijg je een geprint ticket. En in ons geval nog een papiertje Arrecife voor Lanzarote, wat we in de ruit moesten plakken. En dan wacht je bij de auto tot je opgehaald wordt, tot je op de boot mag. We zijn nu in Spanje natuurlijk. En om 4 uur sluit de gate en om 5 uur vertrekt de boot. En het is nu 5 uur 27 en we staan nog steeds te wachten om op het boot te rijden, op de veerboot te rijden. Ja, het lijkt erop dat hij vol zit ofzo. Ik weet het ook niet. Er zijn nog 2, 3, 4, 5, 6 auto's. We staan gewoon nog te wachten en de rest zit er al in en niks gebeurt. Wij zijn gearriveerd ja. Op Lanzarote. Het was een lange, lange rit over de zee. Het was 30, 31 uur. Ja. En Transmediterranea, ja, dat schip is een beetje een oud schip. En er waren vrij hoge golven die zo langzaam over de zee trokken. Daardoor was er toch heel veel beweging in het schip. Ja. Ik werd zeeziek.
Ja. Als je een blik op tafel zette, gleed die naar beneden en er viel ook regelmatig een bord of iets. Dus het was toch een beetje een onrustige rit. Ja, het was echt heftig. De golven en zo. Dat schip dat was ook helemaal niet gestabiliseerd of zo. Nee. Dus jij schrok regelmatig een beetje van, hoe is er wel alles in orde? Ja, dus dat was niet... Met stil schuinen en dan valt nog iets. Wel raar gevoel. En de lampen bewegen en zo. Maar er was 3 keer eten op het schip in Clou, of 3 keer per dag. Ja, klopt, dat is in Clou. Wij hadden nog een heleboel meegenomen, maar dat had helemaal niet gehoeft. Dat was helemaal niet nodig, ja. Want ze hebben gewoon uiteraard een keuken en dan krijg je gewoon alles eten. En dat is ook best prima hoor, met salade en zo. Dus... Ja, ook als vegetariër krijg je daar genoeg. Precies, inderdaad. Dus dat was wel goed. Ja, over het algemeen, het schip was niet zo nieuw. Nee. Ze was allemaal zo'n beetje gammel en ook niet zo helemaal schoongehouden goed. Ja. Dus ja, Transmediterranea, dat is echt een goedkopere. Goedkoper maar schip, maar ja, niet zo aan te bevelen. We hebben ook andere mensen hier gesproken op het eiland. En de meeste zijn met een andere maatschappij gevaren. Ik weet helaas de naam niet meer. Nee. Vanuit Huelva. Mm-hmm. Nu is net afgelopen jaar, dit jaar, net is een beetje... Volgens mij is Armas gestopt met de ritten of overgenomen of zo. Dus dat is een beetje onduidelijk voor ons ook. Ik weet, Fred Olsen vaart nu weer. Of nieuw. Die vaart nu. Transmediterranea. En misschien Armas weer. Of nog een andere. Dat weten we niet. Dus waarschijnlijk zal een andere veermaatschappij beter zijn. Maar daar hebben we dus niet echt ervaring. Alleen gehoord. Ja. Inderdaad. Maar ja, kijk gewoon goed na. En wij zouden in ieder geval de volgende keer een andere maatschappij proberen. Ja. Gewoon omdat dit, het was te doen, maar het was niet zo leuk. Ja. Wat trouwens ook nog belangrijk is. Mocht je dan toch voor Transmediterranea gaan, boek dan in ieder geval een cabine erbij. Want je verwacht het niet, maar in principe heb je zonder cabine niet echt de mogelijkheid om ergens te liggen of te slapen. Wij hebben dat geprobeerd op die kleine rijen, op die rijtjes stoelen. Maar ja, die zijn veel te krap om echt op te liggen. Dus je ligt altijd op je zij, alles doet pijn. Dus boek gewoon een cabine. Want ja, je kunt ook niet naar de camper gaan. Want dat is echt afgesloten. Dus voor die 30 uur dat je op de boot bent, ben je ook echt op de boot. Ja. Ja, en nu zitten we hier. T-shirtje, het is winter. Ja. Het is gewoon heerlijk, echt overwinteren in de warmte. Ja, en dat is het allemaal waard, hè? Dat precies. Dat je toch die 30 uur er zit. Maar ja, het is echt gewoon heerlijk. Ja. Ja. Nu gaat net de zon onder. Precies. En ja, dit was dus een beetje hoe wij hier gekomen zijn. En dan gaat het in de volgende keer verder, wat wij hier allemaal beleven. Ja. Bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt. En tot snel. Tot snel. Doei.